draai. Komt dat schot. Goal. Nu is het dik in orde. Scheidsrechter, je vermoord wedstrijd. Het dooit op het Damrak. Op het balkon van een van de kamers van het Victoria Hotel staat een donkere man. Onder hem ziet hij dromme mensen van en naar het Centraal Station lopen. Allemaal witte mensen. Het is de winter van 1956. Dan hoort de man een stem. Een paar meter lager staat een grote Surinamer naar hem te zwaaien. Hij roept iets. Ha, Michel Kruin! Als jongen verloor Michel Kruin 3 broers bij een auto-ongeluk. Troost vond hij op het voetbalveld. Eerst bij Miop, Mind Your Own Business, later bij Robin Hood. Pijlsnel en meer trucs in de voeten dan een goochelaar in zijn mouw. Meester noemden ze hem. Eigenlijk was er in heel Suriname maar één speler beter dan hij. Humphrey Mijnals, zijn ploeggenoot. Samen met Mijnals en diens broers Frank en Stanley speelde Michel in 1955 een halfjaartje in Brazilië. Een jaar later volgde de grote oversteek, Nederland. Eerst Humphrey, een paar weken later Michel. Mijnals naar Elinkwijk en Kruin een contract bij meneer Karsenboom, een aardappelhandelaar die voor blauw-wit supporterde. In december 1956 maakte Humphrey Mijnals zijn debuut voor Elinkwijk. Een bitterkoude dag. Mijnals speelde beroerd en werd bovendien uit de wedstrijd getrapt. Michel Kruin was toen nog onderweg naar Amsterdam, maar blauw-wit had alle vertrouwen in de op één na beste Surinaamse voetballer al lang verloren. Kruin kreeg een hotelkamer en het werd stil. Toen hij na een paar dagen belde om te vragen wanneer de trainingen gingen beginnen, zei iemand hem zich vooral geen zorgen te maken. Op voorspraak van Mijnals haalde Elinkwijk-trainer Richmond Michel Kruin op uit Amsterdam. Hij verhuisde naar Utrecht, kreeg een baan als PTT-monteur en scoorde in zijn eerste wedstrijd in Zuiden 3 doelpunten. De meester werd het renpaard. Later arriveerden nog 3 landgenoten. Frank Mijnals, Sparendam en Marbach. Voortaan speelde Elinkwijk met een Surinaams klavertje 5. Michel Kruin blijft altijd in Utrecht. Hij wordt sportvisser en opa. Steeds minder mensen hebben hem ooit live zien voetballen. En Elinkwijk is al lang geen profclub meer. Maar Michel Kruin is er nog, net als het Victoria Hotel. En op het Damrak dooit het nog regelmatig.